Yo mensen, welkom bij een nieuwe avondvlogje. Ik dacht, normaal vlog ik overdag. Maar waarom vlog ik nou nooit in een avond? Dus ik dacht, ik ga vandaag een avondvlog maken. Nou, we gaan nu lekker wat drinken. Let's go. Ja, we gaan lekker cola drinken. Lekker man. Ja, lekker man. Nou mensen, gaan nu heerlijk Lipton drinken. Lekker man. En cola. Maar ik ga voor Lipton. Ja. Yeah. Nou mensen, ik ga nu lekker een chipje pakken. Want ik heb honger. Dus ik ga ook nog lekker aan de chips. Oh, lekker man. Lekker chipje. Lekker man. Ik ga lekker aan de chips eten. Wat. Chips. Wat vinden jullie lekker? Chipje, deze paprika of de goal? Deze. Ik heb geen idee. Nou, ik ga drinken. Ik mag mijn woongenoot niet filmen, dus ja, ik film alleen mezelf, maar ze zijn er wel. Dus als je tegen iemand praat, ja, ik mag ze niet filmen. Wat is er maar? Ik heb voor jou vragen. Heb je waar bij? Wat is je verrassing? Een knuffel? Een compound? Ja, waarom? Boom, de brief. Een brief? Hier, is het een envelop? Is het van jou? Nee, fout. Jouw luidt erin. Kim maar. Nou mensen, ik heb een envelop gekregen. Ik denk dat dit, what the fuck? Ik denk dat dit misschien een late verjaardagskaartje is. Ik ga hem maar boven openen als ik zo ben. Ik ga eerst wat drinken en dan ga ik deze brief openen. Dat zal wel. Misschien is het een kaartje. Het is nog best licht. Hij lijkt wel leeg. Ik ga hem boven kijken. Dat zal wel. Lol. Nou mensen, we zitten nu lekker aan de chips. Lekker man. De chips zijn op. Dan ga ik mijn envelopje openmaken. Boven. Ik doe altijd mijn post boven open, want misschien is het wel iets privés. Dus dan ben ik altijd in mijn eentje. Altijd de envelop openmaken. Ik ga het wel vloggen. Maar als het echt iets privés is, dan ga ik het niet online gooien. Maar als het gewoon een kaartje is of zo, of juist een kaartje of iets anders, ga ik het wel gewoon online gooien. Ik zie wel. Ondertussen kijken we naar de Champions. RTL 4. Dat is ook altijd leuk. Ja. Ik ben echt benieuwd wat er in de brief zit. Nou. Ik ga mijn ding weg, mijn chipzakje. Dan ga ik boven die brief openmaken. Lekker man, dit even weggooien. Dan ga ik nu naar boven toe. Om een brief open te maken. Nogmaals, ik weet niet of ik het online ga gooien, die brief. Of envelop, ik weet niet wat erin zit. Misschien wel een kaartje. Maar als het niks privés is, dan gooi ik het wel online. En als het wel iets privés is, ga ik het gewoon knippen. Dus ik ga nu naar boven toe. Let's go. Nou mensen, let's go. We gaan een brief openmaken. Wel, een brief envelop. Misschien zit er het. Ik heb het gevoel dat er helemaal niks in zit. Dan weet ik wel opmerken. Er is hier gekrast. Geen idee waarom. Het zal wel. Gaan we openmaken mensen. Wat? Handgeschreven. Wacht, misschien is dit een brief van Jelle Sonijn. Misschien dat hij mij weer opnieuw opdracht gaat geven. Oh, mijn idee, alsjeblieft. Als Jelle Sonijn mij opnieuw opdracht gaat geven. Net als vorig jaar ook echt gek. Ik ben echt benieuwd. Oh, ik heb echt geen zin in. Zou het echt zo zijn? Zou Jelle echt mij weer dit aandoen? Gaan kijken, mensen. Oh, het klopt. Ja?
Fuck. Ja? Dit was echt heel... Dit is echt heel creepy. Er wordt steeds geklopt, maar als ik ja roep... Weet je wat, ik ga gewoon niet openmaken. Ja, het is er. Fuck, we gaan eerst even kijken wie voor de deur staat. Ja, ik zet een filmpje te maken. Ja? Dat was bij de buren of zo. What the fuck? Ik denk niet dat dit bij de buren was. Huh? Ik heb echt geen flauw... Ja, ga die brief checken, weet je. Ik kan me druk maken om een beetje geklop. Misschien was het wel buiten. Ach ja, joh, weet je. En ze, ik weet niet wat met mijn aanhand is. Ik ben een beetje. Ja, ik weet. Huh? Nou, we gaan die brief verder bekijken. What the fuck? Mensen, check dit. I call you / I DM you. Wat? Ik snap niks van mensen, dat is... Wat moet dit betekenen? I call you... Ik denk dat Jelle... Misschien is het wel een prank van Jelle. Deze handschrift... Huh? I call... Misschien, huh? Ja, er zijn misschien waren die jochies, want van de week zagen een paar jochies naar buiten lopen. In verband met, dat ik werd toen herkend of zo. Even als ze zagen me vloggen en roepen ze YouTubers, steeds als naar buiten lopen. Misschien waren het hun die dit door de briefbus hebben gegooid of zoiets. Ik snap niks van mensen. Ik heb helemaal niks van. Ja! Ben je gestoord? Waar komt die geklopt dan steeds vandaan? Het lijkt alsof het dan heel ver vandaan komt. Is dit, mensen, alsjeblieft. Mensen, misschien word ik gewoon gestort in mijn kop. Misschien is het hartstikke... Nou, mensen, ik word gek. Ja, ik... Misschien nog denk ik dat ik dingen hoor of zoiets. Ik ga nu mijn video editen. En als er nog wat geks wordt, ik geef jullie een update. Wat hier letterlijk staat, I call you, I DM you. Nou, we gaan wel mee waar ik nu weer ga bellen. Ach ja, mensen, ik denk dat dit wel een gekke prank is. Wat ik eerst ga doen, ik ga eerst eventjes die gang naar checken voor box. Als daar een box ligt, hè. Misschien is het Daryl mee te fucken. Want een tijdje geleden had ik dus Daryl zitten te pranken. Ik ga even op zoek naar een box. Hier is niks. Hier. Nee, hier ook geen box. Ik ga even verder kijken hoor, mensen. Wacht even. Nou, mensen, ik kan hier echt nergens iets vinden. Ik heb dit al heel stuk gevonden, gezocht. Ik heb niks gevonden. I call you. Oké, ja, weet je. We gaan wel meemaken wie me gaat bellen. Heel vaag is dit. Nou.
Mensen, abonneer voor meer. En tot de volgende keer bij een nieuwe video. En als er nog iets zo geks gebeurt, ik geef jullie gewoon een update. Ik word echt gek. En mensen, als jullie het zijn die mee pranken, stop ermee. Of laat gewoon weten dat je in de juiste zijde bent, ja? Dan kan ik even rust slapen vannacht. Jij gaat toch... Ja, vaag. Nou mensen, we zijn even laat. Ik heb met al mijn vrienden gebeld. Ik heb Jelle ook een appje gestuurd, maar die heeft er nog niet op gereageerd. Ze zeggen allemaal van niet. Ik weet je. Als die kleine kindjes buiten, joh. En als er wat geks gebeurt, ik geef jullie gewoon weer een update. Abonneer voor meer. Ik heb deze video gewoon gelijk geüpload. En ik dacht, ja weet je. Misschien stiek je wel in de reacties wie het heb gedaan. Van, als jij het bent, laat het lekker weten in de reacties. Ik word niet boos. Dan weet ik het ook weer. Weer een soort minder. Ja mensen, gaan we lekker voor de 20 likes. Go.